Het college denkt hard erover na om het oude LTS-gebouw af te stoten. Wat zijn de voor- en nadelen voor het behoud van dit oude schoolgebouw? Fris, wie of wat is Praktech? Praktech is een van de onderdelen van Stichting Alterius. Alterius bestaat uit Buitenhof, School voor Speciaal Onderwijs in Heerlen, Sint-Jozef, Speciaal Onderwijs in Kadier en Keer en Praktech, praktijkopleidingen in Kadier en Keer in de oude LTS in de gemeente IJsden-Margraten. Nou, eigenlijk kun je terugdenkend aan de oude LTS. Hier kun je leren lassen, tegelzetten, metselen, stucadoren, timmeren, VCA-opleiding, horecaopleiding, heftruck kun je hier leren. Dus we zijn van alle markten thuis, in ieder geval van heel veel markten thuis. Sylvia, je bent als coördinator werkzaam bij Praktech. Waaruit bestaat jouw dagelijks werk? Het team van Praktech vindt het heel belangrijk dat het goed gaat met de cursisten. In de breedste zin van het woord. We willen gewoon dat ze zich hier kunnen ontwikkelen tot volwaardige mensen voor de maatschappij, maar ook voor zichzelf. Als coördinator heb ik interne en externe taken. Ik hou me niet bezig met cursusaanbod. Dat ligt bij het team van leermeesters. Dus het team zorgt ervoor dat de vraag vanuit het bedrijfsleven, dat vertaald wordt naar wat hier op de cursusvloer moet plaatsvinden. Dus daar bemoei ik me niet mee. Deze opleidingen zijn voor 18-plussers die niet eerder in de gelegenheid zijn geweest om het certificaat te halen of een diploma. Die nieuw zijn in het land, statushouders. Die in het kader van een inburgering hier praktijkopleidingen krijgen, de praktijkopleidingen die ik net noemde. Maar ook mensen die het niet hebben gered, om welke reden dan ook, in het middelbaar beroepsonderwijs. Omdat het te groot is, te veel, te ingewikkeld. En hier doen we dat flexibel, één op één, kleinschalig. En mensen krijgen de gelegenheid om hier wel een vak te leren wat ze graag zouden willen leren. Nou begrijp ik dat er een discussie gaande is in de gemeenteraad. Wat is daarvoor de reden? Eigenlijk was het al jaren niet echt meer gevuld. Niet meer met onderwijs. En het college, niet alleen dit college, maar ook het vorige college, waar wethouder Bijeboe van de PvdA dit in zijn portefeuille had, heeft altijd meegedacht, hoe kunnen we dat bewaren, hoe kunnen we dat behouden? Het valt dus onder de verantwoordelijkheid van onze gemeente. Maar uiteindelijk moet je je, denk ik, neerleggen. En dat heeft waarschijnlijk de directie ook gedacht. Zij kwamen niet met een businessplan. En ze hebben nog een uitstel gekregen. En het college heeft echt gezegd, kijk nog eens goed, wat zijn de toekomstplannen? Hoe kunnen we dat samen onderbouwen? Wij hebben een bedrag ervoor gereserveerd van ruim 1 miljoen. Ik dacht 1,3. Maar het is niet gekomen. En na een deadline, ik geloof dat het afgelopen augustus was, 2019, ja, toen hebben ze het teruggegeven, de opdracht. Nou, de reden is het gebouw waar we in staan. De reden is niet de inhoud van wat wij doen. Ik denk dat onomstreden is het belang van wat wij doen. De praktijkopleidingen, mensen opleiden voor krapte beroepen. Maar het gebouw is dringend aan renovatie nodig. Nou, dat kost veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Nou ja, wij zijn onderdeel, wij liggen op het grondgebied van de gemeente IJsden-Margraten. Dus de gemeente IJsden-Margraten heeft de afgelopen jaren nagedacht over wat moeten we nou met dit gebouw. Een renovatie van het gebouw, ja, daar moet de gemeenteraad toestemming voor geven dat daar flink in wordt geïnvesteerd. Stel voor, de gemeenteraad besluit anders en sloopt het gebouw. Wat dan? We laten ons niet klein krijgen, moeten we eruit, dan komt er een andere oplossing. Dan kun je bijna niet anders zeggen van, dan moet je dat dus gaan slopen. Hoe erg het ook is, maar misschien dat men nog een mogelijkheid ziet, maar wij zien dat nu niet meer. Praktech is voor mij een mooie formule in een prachtig gebouw. En het gebouw staat nu op de nominatie om gesloopt te worden. En dat zou ik toch wel heel erg jammer vinden. Want het is een bijzonder gebouw. Het is een
een ontzettend groot, ruim gebouw voor praktisch onderwijs. En het heeft volgens ons ook monumentale waarde. Wij hebben nergens een rapport of wat dan ook gezien waaruit blijkt dat dat niet zo is. Het wordt gezegd, oh, het is een oud gebouw en het is slecht. Er werd zelfs gezegd dat het gevaarlijk was. Ja, dat is echt onzin. Dat er wat aan gedaan moet worden, zeker. Maar dat het gevaarlijk is, zeker niet. En het is, ja, als je het sloopt, is het weg, hè? Wat je weg doet, krijg je niet meer terug. Door diverse mensen wordt de staat van het gebouw inderdaad gezien als een behoorlijke kostenpost. Wat zou voor jullie acceptabel zijn als alternatief? Nou, dan zit ik te denken aan wat eerder de plannen waren rondom het Sofianum College in Nieswiller. Daar zijn pogingen gedaan om daar een soort bedrijfsverzamelgebouw van te maken, met als functie kleinschalige bedrijven die ook daar een functie spelen en een rol spelen in de toeristische ontwikkeling van Heuveland. Want daar is men over na aan het denken. Hè. IJsselmakerhaten profileert zich als Chitterslow. Wat wij graag willen is daar een rol in spelen. Samen met de gemeente, samen met andere bedrijven. Wij zien daar zeker een rol voor Praktech in weggelegd.